Joppe Bakers, ja, de mentor, begeleider van veel darters, maar zelf ook behoorlijk verdienstelijk darter. Alleen we zien jou niet zo heel veel, want met jouw niveau moet je toch wel meer aan kunnen. Nou, dankjewel voor het compliment. Ja. Dat vind ik leuk om te horen. Ja, weet je, ik heb ik dacht nu inmiddels, ik ben 38, 39, 27 jaar. En ik heb heel veel mooie wedstrijden mogen spelen. En ja, ik heb een andere afslag gemaakt, een andere keuze in mijn leven. En ik heb een hele mooie baan en een fantastisch gezin. En darten is echt is een hele leuke hobby. Dus ja, dat doe ik ernaast. Jij hebt bepaalde darters weer op de rit gekregen. Door jouw darting en coaching analyses. Is dat een bewuste keuze om die afslag erin te gaan met het darten en jezelf op plek 2 te zetten in darten? Nou, een bewuste keuze, ja, wil ik niet zeggen, maar ik ben samen met Jeroen Verhoeven natuurlijk ben ik dit aan het doen. En met name in de coronatijd zaten wij naar het WK te kijken. En toen zitten we analyses te maken samen en toen vroegen we ons af van ja, zouden die spelers nou zelf ook in de gaten hebben dat ze niet zo gefocust zijn of dat ze bepaalde gedachten uitstralen die op een bepaalde manier over kunnen komen. En daar zijn we uit gaan denken en toen hebben we zoiets gehad van nou, daar gaan we een businessmodel van maken. En laten we proberen of dat we daar mensen mee kunnen gaan begeleiden. En dat zijn we een beetje gaan doen. Heel bewust, ja, aan de ene kant wel, want ik werk in mijn dagelijks leven, ben ik lerarenopleider. Dus ik ben heel veel bezig met coaching. En ik denk dat het een heel mooi aspect is als darters zich openstellen om daarmee aan de slag te gaan. Is er nog een behoorlijke slag te slaan met het mentale gedeelte in darts? Ja, vind ik wel. Vind echt enorm. Als je kijkt naar andere sporten waar professionele begeleiding een enorm grote impact of een enorm groot aspect uitmaakt van de voorbereiding. Als je kijkt naar voetballers, hoe fysiotherapeuten en doktoren en begeleiders bij teams betrokken zijn. En met darts is dat eigenlijk helemaal niet. En denk ik zeker dat daar een enorme professionele slag te slaan is, ja. Niet alleen met mentaal vlak, maar ook met voeding, coaching, het hele plaatje. Ja, het hele totaalplaatje, ja, echt. Ja, zeker. Heeft dat ook weer te maken met de managers die rondlopen? Want het heet de manager, maar als er echt wat aan de hand is, krijg ik vaak niet het idee dat het de doorslaggevende factor is. Ja, weet je, ik kan er niet zo heel erg goed over oordelen, omdat heel veel darters natuurlijk zich individueel voorbereiden. En daarnaast is er een aantal darters dat natuurlijk wel een begeleidingsteam om zich heen heeft. Maar dat gaat dan met name over het management en over de boekingen. En een aantal managers gaat natuurlijk ook wel mee naar die toernooien. Maar ja, dat gaat dan volgens mij met name over de randvoorwaarden. En niet over hoe dat je het spel zelf beleeft. Ja. Dus daar is een behoorlijke slag om in te slaan. Ja, ik vind het wel. Ja, ja. En dat is ook wel de reden waarom we heel veel aanvragen krijgen eigenlijk. Dus dat is wel leuk. Ja. Terug naar jezelf. Je doet het niet onverdienstelijk de laatste paar jaar, laat ik het zo zeggen. Heb je nog een plan? Wil je een keer op de Moto Super Series staan? Wil je nog een keer verder op een WDF-tunnel gooien? Ja, het is... Zou je ooit nog een keer naar Q-School willen? Ja, nou, dat is natuurlijk altijd wel leuk, want er is altijd iets in mij dat wel een klein vlammetje, dat wel borrelt. Ik ben afgelopen jaar uitgenodigd om naar de Moto Super Series te gaan in Engeland, maar toen begon net onze verbouwing. Ja, weet je, het is altijd balletje afwegen. En toen heb ik de keuze gemaakt om het niet te doen, maar ja. Ik heb me dan wel weer geplaatst voor dit toernooi, voor de Benelux Darts Masters. Dus ja, ik vind het dan toch wel heel erg leuk om dan mee te doen. Dus het is ook wel... Aan de ene kant denk ik, ja, ik heb niet echt de ambitie om... Ik ga geen Q-school gooien bijvoorbeeld. Maar om het iedereen moeilijk te maken, dat vind ik wel leuk. We zijn voorlopig nog niet van je af. Joppe, nee. Dank je wel. Oké, thanks.